Welkom zijn. Dit is een onderdeel dat we waar u vertrekt als waar u geen interim voelt te betalen, maar het zou fijn zijn als u een gezette kosten betalen. Nou, de kilo's. Neer. De eerste poging. Goede poging, Bouke de Jong. Slechte commentator, ik ben het even opgelegd, maar ik... Dat was Bouke de Jong, dat was nu Sietse Ellens. Daarna is het grootste. Zijn eerste poging. Waarom Sietse zei hij, hè? Hij zei net dat Sietse lekker, die zal worden bestuurd door onze mis ter Horne die we afgelopen zaterdag gekozen hebben. Dat is niet zo. Neer! Goed! Ja, voor u al, want hij had echt een moeite, maar hij was de lichtste van de 200 kilo tegen aangehouden. Dat even onthouden. Meer! Goed leven! Kijk, dat is ook nog een half. Dit is ook een dezelfde poging. We hebben nu Arend Kuijzer. Dit is wel aardig geweest om het beschikbaar te stellen voor een van deze teamgenomen. Zo ook Jack van Balen en Kruijzer beschikbaar gesteld. Een slijterij in vrouw. Meer! Goed leven! We doen dat 10 kilo bij dit geweest. Je hoeft hem niet te nemen. Daar zit hij vast en hij zit in de pieren. Neer, goed lift. En dat is een geldige poging voor Jan de Jong. Als hij erin zit. Hij is 47 jaar. Ik vraag me af hoeveel personen hier van 47 jaar er zijn en trouwens ook jongen die dezelfde kunnen presteren. Ik denk heel erg weinig. Tegenaan. 210 kilo op je. Hij concentreert zich. Gaat hij redden? Ja! Neer! 210 kilo. Een geweldige poging, ook voor hem. Arend Kuijper. Tegelijk straks als het afgelopen is, dit onderdeel van deze grote sterke mannen. Dat ook even willen proberen. Met een mannetje 5, 6 ongeveer dat even omhoog willen tillen. Alle mogen ze het mij rust even doen. En reed achtervoor niet zoveel, 220 kilo. Dat ligt ook op, helemaal eens 220 volt. En het is wel nog. Die mannen zit. Er zijn tweede poging. Neer! Zo. Goed lift. Goed. Zijen van de Veen. Zijen van de Veen. Ik heb het niet op.
We gaan door de opdracht. We gaan door de opdracht. Cor oude dag op 230 kilo. Juist. Ja! Goed lef! Adam Kuiper. Adam Kuiper. Hij loopt 230 kilo. Gaat hij op een hoofdstoel. Hier, kom eens even bij. Meneer, goed lef. Goed lef. Voor Johannes de Hof. Je moet ook wel een beetje... Bouke de Jong, daarna Wetske Koostra en Jan de Jong. Spannen! Spannen! Meneer, goed lef. Wetske Koostra. Wat waren de eerste reacties thuis trouwens? Nou, die vrouw moet ik niks van natuurlijk. Ik moet echt alles wat wij zijn samen. Ik weet niet, wist dat helemaal niks. En hoe waren de reacties op je werk? Hartstikke leuk natuurlijk, maar de meesten die waren niks gaan. En dat is dat allemaal, hè? Nee! Kijk dan, we hebben voor iemand een goede poging voor 240 kilo. Hoe voelt je van die sterke jongens? Nou, ik sta echt pak, hoor. Ja, werkelijk. En jongens, zijn van de Jeep? Dat is onze oudste beste. Nee. Kom Cor, strak. Goed lef, net. Dat is een beste wedder was dat van Klaas. Was die beste gekregen? Ik ben rustig en even klaar. Ja, meer! Goed leg! We gaan over naar 250 kilo. Johannes erin. Krijgen we een Bouke de Jong. Bouke de Jong, daarna Ritske Koosje. Ja, dat moet daar een afblijven. Anders moet het erin zitten. Strak staan. Strak staan. Kom op. Kom op. Juist. Oké. Kom op. Kut! Hij is op. Verstander. Hoppa. Meer. Goed lef. Nog in de race zijn, joh. Net, goed les. Johannes van der Wit gaat nu aan de leiding. Ritske Koolstra. Kom op. Kom op. Heer, goed les. Henk Opdam, laatst op 260 kilo. Daarna Johannes de Wit Ritske Koolstra. Die voorhoofd, ja. Ja. Die Ritske, ja. Ja. Ja, ik hoop dan. Hij wordt nu toch wel een beetje geholpen door zijn medemensen. De tijd is geweest dat ik er voorheen heb.
zal het ook ondersteunen op het begin. Die kruiwagen is dus bij hen. En die bij hen pakken een boot. Deed zo. En de straatse kleine zei. Maar nu is het niet. Maar we hebben het. Hij is over 260 kilo. Straks de mooie snelle de ziekte.
Goed onderweg. Kruiwagen dus. Spectaculaire modelleren zijn dat. Dit is echt pure positie. Let's go! Opleg! Ja. 300 kilo voor deze man. Henk Opdam, 300 kilo. Henk Opdam, ook 300 kilo. Ritske Gootselaar gaat er ook voor staan. Ritske Gootselaar stopt. Ze heeft 8 punten, Ritske Gootselaar. Ritske Gootselaar is gestopt op 280 kilo. Henkie op dan. Ritske Koolstra, 8 punten. Nee, gedeelde tweede plaats. Ja, klopt. Sorry, Henk op dan. En Ritske Koolstra krijgt bijna 8,5 punt. Kijk, en zo is natuurlijk de verhouding van een goede scheidsrechter. Ja, ik moet toegeven soms. Hè? Zo moet je toegeven. Acht.
Tira daí uma cara. Tô bem, não? Tá
Deelnemen klaar. Kom op, hè. En daarmee ook de punten. Voilà, heel mooi. Ja, even een kwartje, man. Bouw geen lijntje in de camera. Wel, hè? Linkerhand ietsje zakken, hoor. 30 seconden. 30 seconden al. De crucifix. Zwaar onderdeel. Vijfenveertig seconden. Hij wordt zwaar. Corium, zet hem op. Armen strekken. Stoptijd. Stop de tijd. Ja, jongens, een beetje. Zakken. Neem je tijd. Stop. Kom op. Probeer je hand niet te zakken. Links ietsje zakken. Hou vast. Links zakken. Hop, hou vast. Stop. Adem kuiten, dames en heren. En hij gaat goed. 25 om. 25 om. Mooi, Ben. Hou vast. Hou vast, Ben. 30 seconden. Het is een heel zwaar onderdeel. Hop! Het is echt, staat in pure concentratie. En je helemaal wedstrijders van deze wereld. Kom op! Moedig hem aan! Armen strekken, eerste waarschuwing! Kom op! Stop mee! Zakken! Stop! Overgestoken. Wat in het uiterste geconcentreerd.
Wat wordt het een zwaard, man? God, voor de hemel. Alvast, hè? Alvast, jongen. De linkerarm achteruit, Dian. Nog geen kwast. Dat is helemaal niks. Alvast, hè? Alvast, tijd, komt er tegenaan. 30 seconden. Alvast. Alvast, hè? Ja, jullie moeten meters af, man. Kom achteruit, Jill. Eerste waarschuwing. Alvast. Alvast, hè? Armen strekken. En zij zijn gewoon weer opgevoten. Je hebt mijn best gedaan, jou. Wat een moeder. Ja, ja, ja. Doe je best. Kom, Henkie. Heel gaaf, Henkie. Hij gaat zich concentreren voor deze bal, Henkie. Als je gaat, Pijn. Zakken, 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 zakken. Kom tegen de plank. Zakken. Krijgt aanwijzingen, maar kan ik met bossen en dan gaat hij. Dat is wel gek. Dat is wel gek. Hij is een man van de kracht van 15 cursus. Kom op. Goed zo. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op! Kom op! Alvast! Hand naar achteren, eerste waarschuwing. Kom tegen Frank! Hij wordt ook afgebroken. Ik ben onder de beelden. 42. 42 half? Ja, dat weten we. 42-7. Ja, dat komt. Hij is maar stof was niet, heb ik. Ik heb het goed gedaan, hè? Ja. Als je wel deur met die plank. Tijd aan hem gaat. Ja, dit is net waar. Oh, zakken, 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 stop! En dan gaat hij. Johannes, er is een krachtpasser van de eerste orde. Wil je links ietsje zakken, Johannes? Link ietsje zakken, links. Oké. Okay. Ja, 30 seconden links zakken, links. Dat wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Door de scheidsrechter. Armen strekken. Hij krijgt aanwijzingen. Paard, hè? Armen strekken, eerst de waarschuwing. Heren die er niks te zoeken hebben daar, ik zie daar een ingang staan, een heleboel mensen. En gaat u even door de knieën, zodat andere mensen ook kunnen zien, als hier. Hij wordt afgevloten. Ja. Zijn tijd is 45,5. Ja. Ik voel het. Zij van de twee. Ja, dat ken ik niet. Strekker aan, zakken, 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 stop! Daar gaat hij, zijen van de veen. Linker aan met zakken, nee, linker aan. Waar ben jij heen? Kom! Tijd ook even, jongens. 25 seconden. Nog zijn. Linkerarm zakken. Rechter strekken. Abed! 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 Kom tegen de plank in. Armen strekken! Eerst dat al worst. Kom maar gewoon, hè? Zakken, 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 strekken, zakken, 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 stop! En al ver! Wat weet je? Het is inderdaad een zin. Het is echt heel zwaar. Armen strekken. Armen strekken, eerste waarschuwing. 30 seconden.
Arbeid, Bauge. Arbeid. Arbeid. Hvis du kan skrege, da. Prøver. Gjør høyere, gjør høyere. Arbeid. Det er god, Arbeid. 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 Kom an. Arbeid. 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 Nå. Stop. Kom op, zitten! Kom op,
Stam op! Stam op! Come on!
We krijgen nu de volledige keren van het laatste onderdeel. Ja, dat is de wit, dat voel je. Seconden 18e, 3 punten, 2 punten Johannes de Wit, 1 minuut 24 rond, 2 punten en Jan de Jong, hij sluit de rij met 1 minuut 24 seconden 18e en dan krijgt hij 1 punt voor. Dat betekent dat de totalen opgeteld gaan worden. Dat is de kampioen bekend. En dan is de kampioen bekend. En ik denk dat een heleboel mensen die zelf meegeschreven hebben dat nu ongeveer al weten. Jij krijgt ook een medaille, straks ook met prijzen. Dank. Over jouw reactie, voor het publiek. Grandioos. Grandioos. Ja, gezellig de hele avond. Nou, kijk eens aan. De slust is een auto. Dat met ook niet, de gezondheid. Hè? Dat met de gezondheid. Ja. Dat met ook. Het blauwe schip. Dan gaat een potje binnen, onder weer bij en dan ben je weer publiek. Dat ben ik niet op peil. Zo is het. De mannen houden van een pleziertje ook. Het is eigenlijk een hele vaste club. Ze kennen elkaar van een heleboel sportevenementen. En we kunnen even kijken, dan krijgen we die Hannes. En Stormvliers. En hoe vond jij het? Nou, geweldig, hè? Alleen een jaar het laatste onderdeel ben je niet voor in de wielrijd. Nou, hè? Ik zou zeggen, iedereen krijgt met dit soort evenementen een kans. En zo heeft ieder ook zijn eigen voordeel en nadeel. Wat was voor jou het mooiste onderdeel? De biervaten toch? Nou ja, inderdaad, ja. En wat was voor jou het mooiste, het fijnste onderdeel om te doen? Nou ja, alles wat met pure kracht te maken heeft. Oh, we hebben een riem gevonden. Henk Jong, gefeliciteerd. Ik vond... Jij een treetje hoger. Ik vond die al een hele aardige mee. Je hebt iemand van iemand wat gevonden? Een riem van iemand. Een rugriem. Oh, kijk eens aan, van de deel. Mijn vader is in een loogbandje. Wat kreeg jij met de deadlift telkens te snuiven? Wat was dat? Ammoniak. Waar is dat voor? Dat is voor zuurstof. Zuurstof, dan krijg je even een extra push. Ja. Voor even een extra kick. Een extra kick. Dat is doping! Doping. Doping, maar dat mag vanavond allemaal, helemaal niks. Ik zie jou straks ook even terug in het paviljoen voor nog een prijsdeal voor jullie. Hey! 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 Ja, ik loop er ook nog verder. Ja!
Ja, maar even van deze. Ja, 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 ja. Hé. Dat hadden de dames graag even zien. Ja, ja. Hé, hey, hoe is hij? Hij is er, hè? Cheryl. Ik zie als er zo'n druk bij het gevolg nou. Ja, jou weer. De Praat Vriers. En een biertje. En een biertje. Waar is dat leerd? En twee stille heren. Ja, bij hem? Van Alperion. Ik vind jou een hele aardige deelnemer. Ja, Tom man, oud-Europese kampioen. Altijd getraind door deze man. Is hij daar nou de grondlegger aan geweest? Ja, mede, ja. Mede? Ja, een jaar of 7 bij Kees hebben we hier gezeten. Een jaar of 7. En nu alleen deze krachtsporten of ook nog judo? Nee, hier niet meer. Daar wordt oud voor, hè? Wat oud voor? Ja, zeker. Ben ik 40 jaar. Nou in. Ja, nou in. Het leven begint nog bij 40. Ja, maar dit niet. Ik zie ons best op de geven, dat was hem dan. Ja. Gefeliciteerd. Met jou is de prijs. Bedankt. Hij was de eerste sterkste man van Terhorne. En ook de herinneringsmedaille. Hoe is dat nou? Best. Niet verwacht. Niet verwacht. Volgend jaar doe ik weer meedoen. Ja, dat moet nou. Nu moet het. Ja. Ik ben al verpleegd. Je bent niet verplicht om mee te doen. Ja, inderdaad. En na 3 keer dan mag je hem houden. Dus je moet nog 2 keer hierna winnen. Oh, dat moet lukken. Dat moet lukken, zegt hij. Goed, ik feliciteer jou nog eens een keer voor een hartstikke fijn dat je hier was. Arend Kuiper, hij is de eerste sterkste man van Terhorne. Ik zie al deze mannen straks nog terug in het paviljoen. We hebben nog wat prijzen. Ik wil Tjanne van der Bosch hier ook nog even hebben. Enorm sterk. Vooral de jongens van Heidelberg hebben je ook verrast. Heb je al verrast? Ik heb het formulier voor de sterkste man van Friesland. Dan kunnen ze zich daar ook gelijk op geven. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk gelijk gedaan. Voor die morgen bedanken dat ik mijn beurs in de tas stel. Dat is moeilijk erin. Oh, kijk eens aan. Dit is een leuke mededeling. Er is iemand zo vriendelijk geweest om een beurs ergens uit de tas weg te halen met 55 gulden erin. Van een deelnemer, even de naam. Jan de Jong. Als er iemand toevallig nog een verkeerde beurs in zijn achterzak heeft en er staat de naam van Jan de Jong in, breng hem terug. Hij heeft vanavond goed zijn best gedaan. Hard gewerkt. Ik vind het niet leuk. Vijf bier. Dan heb ik aangeboden gekregen van bloemenhuis Anton in Leeuwarden. Kijk eens aan, dat was voor jou. Ik wil nog even de man bedanken van de massage. Waar iedereen mee blijft, ook de mensen van gelijk. En de deelnemers zien straks weer in het paviljoen. De prijzen moet ik even... Automatisch. Oh ja, nee, druk daar druk je meer. Straks het water zo misschien een beetje die pier nou weer terug. Wat terug. Zo een beetje de bewegende beeld, zo de pier nou weer ja, terug hierheen. Een paar scheepjes, ja. Komt vanaf het aan, voor je zaalboden. Mooi. Kan je hem ook dan terughalen hierheen, dat het beeld hierheen loopt, tot aan het water? Tot aan die damwand? Ja, die damwand heb ik dan. Ik heb een camera gekeerd. Verdwijnt er mooi achter. Ja, dat is de bedoeling ook. Zo, schip weg. Gaat die mensen dan meer om het land? Wat moet... ja. Gaan we naar wat zouden we doen? Ons deel. Daar doen ze weinig. De wijte moet je zien. Ja, ja. Een beetje. Ze knippen toch. Ja. Precies, die mensen gebruiken toch wel een kano hebben ze dan. Enzovoort. Nou ja. De rest hebben ze wel een boel dingen. Bomen daar. Zoetjes hier. Zo moest ik je terrein zijn. Ik ben nou groot dit. Ja. En die worden speelwijden gemaakt. Troep is hier. Zo dan ga ik zo snel bij die wal, allemaal niks. Nee. Thank you.